Yo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en welkom bij de serie de Let's Play van Assassin's Creed Odyssey. Het is aflevering 84 en we zijn bezig met de eerste expansion, de nalatenschap van het eerste mes, episode 1. Of 2 inmiddels, maar ik denk nog steeds episode 1. Ik denk dat we onze legacy, nalatenschap, weet ik veel wat, moeten gaan vervolgen op het moment dat we naar ons schip toe gaan. Het eerste wat ik wel ga doen aan het begin van deze aflevering is dat dus uitzetten. Klinkt misschien heel raar. Ik zet hem even uit en ik zet gewoon helemaal niks aan, ja? Dus we hebben nu een x-aantal missies. Wereld en personages voornamelijk. En daar zitten ook een paar oranje missies tussen. Ik denk dat we die missies ook gewoon moeten gaan doen. Dat zijn namelijk wel missies die te maken hebben met de nalatenschap van het eerste mes. Dan heeft dit scherm best wel wat info. We hebben het al bekeken, maar in ieder geval... Eentje, een nog niet ontdekt ordelid, zeg maar. Daarvan is info te vinden in een legerkamp. En eentje bevindt zich gewoon op het drievoudig schiereiland. Right? Nou, gaan we naar de map toe. Dan staan we al super dicht bij het drievoudig schiereiland. Sterker nog, als ik hier rond ga vliegen met Icarus, denk ik dat ik het in no time heb gevonden. Daarnaast is hier nog een onontdekt legerkamp. Met daarin een missie. Klein legerkamp ook overigens, dus we gaan daar eventjes wat chaos schoppen. En dan hebben we vervolgens, als je goed inzoomt, hier ook nog een legerkamp, want je ziet fortmuren en et cetera. We hebben hier nog een onontdekt synchronisatiepunt, wat ook onderdeel is van Macedonië en wat dus ook nog meer vraagtekentjes zal onthullen. En we hebben hier helemaal links bovenin vraagtekens en bam, een alfabiest. Dit zou zomaar eens... de Macedonische leeuw kunnen zijn. Dus we gaan afronden. We gaan deze aflevering starten, aflevering 84 van Assassin's Creed Odyssey, met pure afronding. Afronding van Macedonië, vraagtekens afgaan, al dat soort meuk. En laten we in ieder geval starten met daar rond te kijken. Want ik ben daar nu een paar keer langs gekomen en ik heb er steeds niks mee gedaan. Maar dat is dus in ieder geval een beetje het idee van harte welkom bij deze 84ste aflevering van Assassin's Creed Odyssey op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, de support gaan showen. Door een like achter te laten, te abonneren mocht je nieuw zijn, is geheel gratis. En zo blijf je natuurlijk up-to-date van mijn nieuwste video's. En wat je ook ten alle tijde kan doen, is ervoor kiezen om mij financieel te supporten als kanaallid zijnde. Je krijgt als kanaallid... extra emotes en een hele mooie badge bij je naam. En daarmee support je mij tegelijkertijd natuurlijk elke maand. Ik ga gewoon daarheen en ik zie wel wat ik vrij speel, to be honest. Ik heb niks gevonden over een sectelid. Dus we gaan er maar gewoon zo snel mogelijk heen. Ik heb er zin aan. Zeker omdat de vorige aflevering dope was. Ik neem dit nu achter elkaar op. Dus dan zit je ook een beetje in die gameplay vibe. Wel nog wat ziekjes, ietsjes. Het is alweer beter dan gisteren en het komt ook allemaal wel goed. Tenzij ik natuurlijk geen corona had en gewoon griep en corona er nog overheen komt. Dan zijn we natuurlijk een heel stuk verder van huis. Maar laten we maar hopen dat dat niet het geval is. They don't like these. Get off me. Oh. Dat vind je ook niet chill, nee. How is that possible? Nou, weet ik veel. Ik ben gewoon goed. Alright, love it. And
Geen idee wie dit is. Moeten we nu praten? Let's get the fuck out of here! Wow, wow, wow. Let's get the fuck out of here! Rustig aan, beast. Oké, dit had echt nul info over een sectelid. Maar wel een raar huppelend vrouwtje wat nu van me wegrent. Blijf staan! Mistios, thank you. Those fuckers thought they could hold me, but they just didn't understand. No prison can hold me. Nobody can hold me down. Not even that stupid order. Right? They were ruining my favorite wine-drinking view with all their mercenaries. No one wants to see trashy mercenaries around their homes. No offense. None taken. You know, I overheard them say they had brought another 3 mercenaries here. Can you believe that? I'll help you get your view back. Fuck yes! There's 3 mercenaries, remember. Once they're gone, I'd love to share a cup of wine with you in my spot. Even if you are a Mistios yourself. I'd like that. Klinkt goed, ik heb een milfje aan de haak geslagen. Easy. Of een gilfje, ook prima. Waarom is het nu al voltooid? Is dit de enige trouwens die we moeten verslaan of zijn het er meerdere? Ah, die is daar. Oké, ik ga wel gewoon verder met mijn dingen en elke huurling die op mijn pad komt, die kill ik wel gewoon. Ondertussen ga ik gewoon verder waar ik mee bezig was. En dat is richting dit punt. Dat lijkt mij een volgend legerkamp met misschien info over de orde. En daarna kunnen we naar het synchronisatiepunt. Dus we hebben echt gewoon een planning. En Phobos werkt daar aan mee. Ik ben benieuwd in hoeverre alle DLC sidequests, zeg maar, diepgang hebben. Dus ik had er inderdaad al een paar. Van die kleine sidequests die bij de DLC horen, die oranje sidequests. Maar ze waren allemaal tot nu toe niet heel interessant. Zeg maar, sidequests in een normale game, die hadden ook gewoon... Hey. Is dit een doelwit? Nee. This looks like the place. Oh, wat? Er staat ondertussen weer een andere missie aan. Ja, sure. Nou, dan doen we dat wel even. Is ook een sidequest van de DLC. Kan je zwemmen, paard? Nee, paard kan niet zwemmen. Haat water. This is it. Wat? Waarom raakt hij niet? Wie is dit trouwens? Het lijkt op een hele intense man. Lekker in dat ruggetje, doet extra schade. Volle adrenaline en overleden. En er lopen nu meerdere quests door elkaar heen, dus ja, deze aflevering 84 gebruik ik gewoon om meerdere dingen in één te doen. Oké, dit is 1 van 4. Schatten bevinden zich op de 4 eilanden in Macedonië. De 4 eilanden. Oké, ik heb in ieder geval eentje opgepakt. Dat is die blauwe Origalcum erts, als het goed is. Is de naam. Ja, dat was het.
En we gaan hier gewoon verder met de zoektocht. There they are. Zie je, hier lopen ook weer dingen door elkaar heen. Belangrijke stuff. Zie je dat ik dus niet achterlijk was en het blijkbaar goed heb geraden dat hier een legerkamp is. Bij het vraagteken dat we echt gewoon moesten ontdekken en even moesten gaan doen. De vier eilanden, hè? Sprak je al. Even kijken. Fok, man. Oh, dit zijn dan vier eilanden. Dan is er hier ook nog één en daar ook nog één. Oké, okay, get to know. Doen we zo meteen wel even, ja? Wat is dit voor foto? It's for sweetie, you did. Ik vind het een mooie foto, meid. Like. Hier, omdat er nu meerdere missies door elkaar heen lopen, doen we dus ook gewoon meerdere missies door elkaar heen. Want we moeten ze uiteindelijk toch allemaal doen. En het is allemaal onderdeel van de DLC. So let's get it. Niet een heel groot kamp en juist daarom wil ik het ook doen. Veel adrenaline. Ik pak bewust de leeuwendoder, heet die geloof ik. Omdat ik daar dus een nog grotere kill chain van kan creëren. Oké, later. Hier rug, dat vindt hij niet lekker. Oh, tegen elkaar aan. Oh man. Ik heb ze gewoon uitgespeeld als het ware. Ja, dit was het wel top. Maar was dit alles? Was dit alles? Ja, dit was wel een legerkamp. Had dat zeg maar niks te maken met de orde helaas. Er waren wel Persische soldaten, maar ik heb geen info gekregen extra.
Balen, man. Nou, dan moeten we even als eerste hierheen gaan. Daarna daarheen gaan. En dan kunnen we eindigen daar. I'm where I need to be. Is dit het? No clue, man. Zal dat het zijn? Specifiek hier, echt hier in het midden, oké. Oh ja, kijk. 1200 drachmi. En dit nog. En dan kunnen we natuurlijk de huurlingen, we zouden het kunnen doen. Dus ze kunnen ook gewoon eigenlijk op mij afkomen als we nog in Macedonië blijven spelen natuurlijk. Op het moment dat mijn premie omhoog gaat, dan maken ze vanzelf een jacht op me. Dan hoef ik niet specifiek naar hun locaties toe, snap je? Ik vind Macedonië best wel een heel erg mooi eiland. Het heeft toch een soort andere type natuur of zo. Het weertype staat me ook wel aan. En als het een keertje regent, dan is het maar kort en ziet het er eigenlijk nog steeds mooi uit. Very epic! Yippee! Wow, staat daar nou gewoon even chill een leeuw naast me? Dit was de Macedonische leeuw! Hij chillde hem echt maximaal naast me, zo van, sup. Als je klaar bent met synchroniseren, mag je me gewoon easy killen. Ik ben een albino leeuw en ik chill hem gewoon hier. Ja, vind je het goed? Ait, later, zie ik je zo. Jongen, jongen. Oké, ja. Lastig verhaal dit, want dus ergens op de drie... Oh, natuurlijk. Dit hele gebied zijn drievoudige schiereilanden. Ergens is dus het sectalid. Sommige foto's verraden een hoop. Dat is niet heel leuk trouwens, maar ja. Het is niet anders. Ja, ik moet dus alleen nog naar deze laatste. Als het ware. Maar dan kom ik ook meteen op dit middelste uit. Van het drievoudige schiereiland. En misschien is hier het ordelid wel in de buurt. Ja, fucking helmet! Helemaal daarheen. Alright, zie jullie zo meteen. Oké, dit ziet er ook nog eens gewoon super cool uit.
Zo over het strand en langs die branding rennen. Al wordt dit wel een parcoursje voor Phobos. Hoe gaan we dit doen, Beast? Can you handle this? Ah, nee. Kijk hem zwemmen, joh. Oké, gaan we op naar het laatste eiland van die sidequest, zeg maar. En hopelijk komen we ook gewoon in de buurt bij een orde lid wat zich hier schuilhoudt ofzo. Here we are. Kippen, hele boze kippen. Zie je? Die vallen me gewoon aan hoor, die bitches. En ze zijn nog best wel sterk ook hoor. Oké, aan ons is nu de taak, zeg maar. Om ook op dit gedeelte samen met Phobos even uit te zoeken. Tenminste, het is eerder uitsluiten. Ik zie daar wel rook. Ik zie daar een kampvuur en rook. Ik kon net zeggen uitsluiten dat hij hier niet is, maar volgens mij is hij hier. Oh nee, dit is zo'n kampje. Shit. Ik denk die gast loopt hier, maar nee. Wel cool om dit soort kampjes te ontdekken. Leuk sfeertje altijd, maar... Nee, het is gewoon zo een of andere chick. Oh, look at this, man. Ik ben jaloers op haar plekje. Kijk hoe mooi die belichting is. Klein beetje dauw hangt er hier tussen de bomen. Zou het dan echt helemaal daar zijn? Hé, hey, hier hebben we... Oh, dat is ook al iets. Ik vind alleen maar kleine kampjes met gasten die quests geven. Terwijl we zijn daadwerkelijk op zoek naar een sectelid wat zich hier ergens verstopt. En hier dan. Alright guys, ik ben gefast traveled naar dit punt en ik heb al over ongeveer elke hoek van Chalkidiki heen gevlogen met Ikaros en niks gevonden. Nou schoot mij te binnen dat als ik kijk bij het sectenledenoverzicht, dat ik ook nog helemaal geen aanwijzingen heb over deze gasten. Ze zijn alleen maar gezien op bepaalde plekken, maar ik heb geen aanwijzingen. Dus ik... denk, en ik heb de missies er even bij gepakt, dat één van deze missies, hier moet je kijken, opgestaan uit de dood, het is een oranje missie, die hebben we opgepakt bij een stapel lijken. Een stapel lijken, daar was een kar met allemaal lijken, ergens in voorgaande afleveringen, en toen heb ik een briefje opgepakt. En daar staat dus bij dat een overlevende dorpeling zich per se wilde aansluiten bij de Orde der Oude, zodat hij wraak kon nemen op de magistraat van Potidia, die hem voor dood had achtergelaten. En dit spoor moeten wij dus volgen richting een kamp waar een reliek is van de orde. En ik denk dat dat zomaar een van de volgende aanwijzingen zal geven. Dat bevindt zich in een noordoostelijke regio en dat is dus daar. Dus daar gaan we heen met Phobos en ik hoop dat dit dus de stap in de goede richting is, want ik was een beetje ten einde raad net.
Die sneeuwberg in de achtergrond, though. What the fuck? Het is prachtig. Sowieso is de natuur echt prachtig hier. Het is een heel groot uitgestrekt gebied, Macedonië. Maar er zijn nou niet heel erg bijzonder veel vraagtekens. Dus dat maakt het navigeren in zo'n gebied op zich ook best wel makkelijk. Want de missies moeten zich als het ware daar afspelen. Alhoewel, ik heb hier nu iets gevonden. Wat? Dit moet toch iets zijn? Verlaten boerderij. Ik heb zomaar het idee dat we hier later gaan terugkeren. Kan toch niet anders? Nou goed, nogmaals, hopelijk is dit een stap in de goede richting. Het is wel lastig om bergen te bereiden met een paard. Alright, almost there. En ik denk dat ik dit voor de verandering eens in de nacht ga doen. Niet dat de nacht nou zo ontzettend leuk is, maar ik ben wel benieuwd naar hoe dat gaat, waarin het zal resulteren. Want in de nacht word je natuurlijk wel minder goed gezien. Alhoewel, misschien gaat de zon vanzelf ook wel onder nu en wordt het gewoon schemer en dat is ook wel leuk. Laten we dat doen. Gebied waar ik trouwens nog helemaal niet geweest ben, hè? In dit noordoostelijke gebied. Noordwestelijke gebied eigenlijk. Want daar links ergens is ook nog een vraagteken van Macedonië. Kijk, we zijn meteen in de buurt bij een doelwit. There it is. Dus we hebben hier nog een alfabeest dat we moeten verslaan. In die draslanden, maar daarachter is ook nog ergens een vraagteken. Het is niet eens een heel groot gebied, het is alleen maar top. Kunnen we er makkelijk doorheen vechten. Oké, aangezien het nog helemaal niet schemer lijkt te worden, ook al is de zon achter de berg, doen we even dit. Kijk, nu pas is hij echt goed achter de berg. Wauw. Sick. Move, or burn. I don't care which. The fuck's happening?
Let's go. Kut. Ik wil hem eigenlijk trappen. Zo is ook goed, later, doei. Dit is het reliek. Of niet? Nee. Het is een briefie. Broeders en zusters, we hebben een tweede kans gekregen. In de chaos zullen wij orde op zaken stellen. De waker zal verheugd zijn dat jullie je bij ons hebben gevoegd. Hij zegt dat we voorzichtig moeten zijn, want de onzuiveren zijn sluwe malakas die onze plannen zullen dwarsbomen. De assistent van de smid houdt ons op de hoogte van alles wat er in Amphipolis gebeurt. Amphipolis, trouwens. Breng hem genoeg berenvachten om te bewijzen dat je een van ons bent. Pas op, want de beren ten noorden van de onverkende berg van Pangeon zijn ontzettend woest. What could go wrong? Oké, dus nou wil de game dat ik die berenvachten ga verzamelen om te doen alsof ik me bij de orde aansluit. Oké. Onverwachte wending wel. Waarom zag ik hier net iets staan trouwens? Toen ik hier naartoe rende stond hier iets. Zie je, er is een oude aanwijzing in de buurt. What the fuck? Oh, joh! Ik kan ook meteen onthullen. Medicine can be tonic or poison. The only difference is the intent of the physician. Wat? Oh, oké. Ik dacht, ik was even helemaal in de war. Ik dacht even, dat is die chick wie we hebben gered van de magistraat, die arts. Ja, of het is wel zo en ik... Oké, weet je wat we doen? We eindigen sowieso de aflevering bij dit en dit gedeelte. Ja, daar eindigen we de aflevering mee. Dus ik pak hier nog even een schat op, dan verslaan we die. Dan doden we die, eindig ik de episode. En gaan we in de volgende aflevering berenvachten fixen. Om hopelijk nog een ordeaanwijzing te onthullen. Oh, kut, wat doe ik nou? Ik vergeet die schat op te pakken. Me stupid. Plunderen terwijl je er zelf op staat. Dat is nog eens stijl. Ik ben benieuwd naar dit alfabeest. Bevindt zich ook precies in die creepy moeras area. Kijk wat er gebeurt als ik dit doe. Oh.
Volgens mij ben ik op dit moment nog sneller dan het licht, jongen. Holy shit, sluimmoordreeks. Ik ben echt sneller dan het licht. Die wolven die hadden niks in te brengen. Later. Nou guys, ik heb weer genoten van deze aflevering. En ik hoop jullie ook. We gaan hem natuurlijk afsluiten door eventjes een markering neer te zetten op dit gedeelte. En dan gaan we in de volgende aflevering verder om in dit gebied berenhuiden te verzamelen. Je vindt het in het noorden van Macedonië. Dus hier ergens, I guess. Hier zijn de beren, denk ik. Dus ik fix sowieso buiten de opname. Ja, luister goed. Buiten de opname fix ik die berenhuiden even. Dan gaan we met berenhuiden en al richting deze plek. Om hier ook meteen zo'n vieze Malakas te killen, weet je wel. Zo'n huurling. Dat is ook onderdeel van de quest. En we kunnen dan meteen... We kunnen alles bekijken, ja? Genoeg te doen. Maar dat is mooi voor de volgende aflevering. Nu eindigen we deze aflevering 84. Met het verslaan van het één na laatste ordelid van deze DLC episode 1. Dus kom maar op. Fuck off. Wat is dit voor rare spot? Is ze er met zichzelf of? Nee, ze hebben wel een paar guards. Stelt helemaal niks voor. Gezelligheid. Rustig aan, rustig aan, rustig aan. Rustig aan, rustig aan, rustig aan. Pak jullie allemaal, maar ik wil gewoon eventjes chill die doen. Wow, 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 wow! Rupsen, ga nou. Opeens ging het fout, hè? Kut, gaat hij net mis. Heerlijk. Eventjes heel vies afgemaakt. Helemaal top! Omdat ze allemaal met gif speelden, ging het eventjes iets minder soepel dan ik dacht. Maar oh wel, het lukte. En hiermee...
Oh, het zou zomaar kunnen dat we misschien een andere aanwijzing krijgen van het laatste sectorlid. Nope. Ik kreeg alleen missievoorwerpen. Kutzooi! Wel Persische elite armor scherm. Dus we kunnen bijna ook die Persische set compleet maken. Jullie, bedankt voor het kijken. Thanks voor de support. Volgende episode ben ik voorbereid en wel. Kom ik met alle dierenhuiden richting dat stadje Daro ten oosten van Macedonië. Daro. Op 2500 meter. En dan kom ik goed voorbereid aan. Kunnen we berenhuiden inleveren. En kunnen we misschien zien wat er nog vrijgespeeld wordt voor volgende sectleden. Super thanks voor het kijken. En tot de volgende aflevering, guys. Tjallas!